De Stichting Cornelis Dopper bestaat niet meer. De stichting is met ingang van 1 januari van dit jaar officieel opgeheven. Dat maakt het bestuur eind vorige week bekend. Voorzitter Joop Stam legt uit waarom de stichting is opgeheven. Die stichting is opgeheven omdat wij onze doelstelling bereikt hebben. En die doelstelling was om het leven en vooral het werk van Dopper te bevorderen. En in het groot publiek bekend te maken. En dat is gelukt, hè? En dat is voor 100% gelukt. En daar is natuurlijk nog meer werk te doen. Maar wij zijn nu zover dat wij onze doelstelling bereikt hebben. En dat dat werk door anderen overgenomen kan worden. En dat gebeurt ook. Stam kwam als directeur van de muziekschool in Stadskanaal bij toeval in 1989 in aanraking met het werk van Dopper. Hij kende het werk van Dopper niet en had alleen maar negatieve verhalen over hem gehoord. Dat veranderde echter al heel gauw. Nou, en toen zag ik al die partituren en het enorme vakmanschap van die man. Dat ik dacht, die is helemaal onterecht in de vergetelheid geraakt. En toen ben ik me helemaal op Dopper gaan toeleggen. Onder zijn voorzitterschap heeft de Dopper Stichting in haar bestaan veel werk van Dopper laten uitvoeren. Dat gebeurde door een groot aantal klassieke muzici en orkesten. Waaronder het Veenkoloniaal Symfonieorkest en het Noord-Nederlands Orkest. Een van de hoogtepunten was het Dopperfestival in 2009, de gelegenheid van de 70ste sterfdag van de componist. In een viertal plaatsen werd toen muziek van Dopper gespeeld. Als start van het festival was er een grote tentoonstelling over Dopper in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Verder heeft de gemeente Stadskanaal op verzoek van de stichting een beeld van de componist op het Raadhuisplein laten plaatsen. Dames en heren, ik zou zeggen, Kees, welkom thuis. Ook heeft Stam een boek over Dopper geschreven. Dat heet dan Schitteren op de tweede rang. Cornelis Dopper en dan de jaartallen 1870-1939. Zijn leven, werk en wereld. De wereld waarin hij leefde. Heel belangrijk geweest. Van Dopper wordt vaak gezegd dat hij een conservatieve componist zou zijn. Maar daar is Stam het beslist niet mee eens. Maar als je de muziek van Dopper bestudeert, dan zie je dat hij hele moderne technieken gebruikt. Zoals bijvoorbeeld de boventoonreeksen en allerlei andere instrumentale dingen die hij in zijn muziek verwerkt. Hè. Stam denkt niet dat hij na ruim 30 jaar alle aandacht voor Cornelis Dopper in een leegte terecht zal komen. Ja, maar dat is geen leegte. Wij hebben hier nog thuis, dat blijft ook hier, het Dopper-archief. Daar komen regelmatig vragen van mensen. Daar zal ik mee gewoon doorgaan om die te beantwoorden. En ze dan eventueel naar plekken verwijzen waar ze dat terecht kunnen voor informatie. Maar voor de rest, ik heb nog zoveel andere belangstellingen. Tot slot nog die ene belangrijke vraag. Zijn boek heet Schitteren op de tweede rang. Is Dopper nu door de stichting opgeschoven naar de eerste rang? Vanzelfsprekend.